Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat de zon flink schijnt in grote delen van het land. Vooral in landinwaarts zijn er wat stapelwolken ontstaan, maar die gaan vanavond geleidelijk aan weer oplossen. Halverwege de avond is het een graad of 16 bij een zwakke oostelijke wind. Komende nacht daalt de temperatuur naar 10 of 9 graden. Er komt wat meer hoge bewolking, maar er zijn nog wel opklaringen en er kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag hebben we dan opnieuw geregeld zon en dan wordt het 22 tot 25 graden, maar liefst. Bij een matige Zuidoostwind, maar langs de westkust, kan op een gegeven moment een zeewind opsteken en dan wordt het frisser op de stranden. Voor zondag is de weersverwachting onzeker. Een storing ligt over het land. In het zuidwesten wordt het misschien 15 graden en in het noordoosten 25. Maar de verdeling kan ook net wat anders worden. Op maandag en dinsdag vallen een paar buien, maar is er ook ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt vaak boven de 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl